Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 6 mei 2016. Dit is het bulletin van vrijdag. Vanwege de lange uitzending later vanavond is de uitzending mogelijk wat korter, maar we hebben wel weer morsen en meteen daarna een SSTV plaatje in PD50. Het verhaal zal bekend zijn, maar de plaatjes kun je ontvangen met een smartphone voor de ontvangerluidspreker. Het enige wat je nodig hebt is de app Robot 36 voor Android of CQSSTV voor iOS. Er zijn nog steeds succesverhalen op de middengolf, zelfs in Europa. Neem nu Radio Northern Star in Noorwegen. De zender begon 4 jaar geleden met uitzenden op 1611 kHz en tegelijkertijd in de zomermaanden een deel van het etmaal op 5895 kHz. Disjockey is onder andere Emperor Roscoe, die ook van de Mighty KBC bekend is. Het station zendt vanaf een voormalige zendlocatie van de nationale omroep NRK van Noorwegen en zit op het eiland Askøy nabij het Noorse Bergen. Ze zenden zowel uit in het Engels als in het Noors. Website van het station is www.northernstar.charlie-charlie. www.northernstar.charlie-charlie. Ik ben deze week gemaild door een enthousiaste amateur Jamie van 16 uit het Westland, die ook voor zijn zendexamen aan het studeren is. Hij maakt mij attent op een project waar hij mee bezig is, nu nog op 27 MHz. Zoals veel mensen op die band werkt hij in eerste instantie met een TeamSpeak server. Door informatie van onder andere mensen van de relaisgroep PI2NOS is Jamie vervolgens aan het experimenteren geslagen met SVX-Link, de software waarmee ook dat repeatersysteem werkt, nog altijd op 27 MHz. Inmiddels zijn er diverse zendontvangers op die manier aan het systeem gekoppeld. Het lijkt denk ik een klein beetje op het systeem zoals PI2NOS dat ook is, maar dan uiteraard binnen de legale mogelijkheden die er op de 27 MC-band zijn. Het initiatief groeit sterk en vanuit diverse delen van het land is er inmiddels belangstelling om ook mee te mogen doen. Het systeem draait door middel van Raspberry Pi computertjes met een zelfgebouwde interface. Voor wie meer informatie over het systeem van Jamie wil, is er een Facebookpagina genaamd WRLP Repeater System Nederland. Whisky, Romeo, Lima, Papa, Repeater System Nederland. En er is ook een beknopte website van het systeem op wrlp.tangokilo. Houd het maar in de gaten, volgens mij gaan we in de toekomst nog veel van deze jongen horen in de zendamateurwereld. 2 meter SSP nieuws nu. Alleen op zaterdag 7 mei tijdens de meicontest zijn PA0RJV en PA1TK vanuit Frankrijk actief. Het tijdstip is tussen 1400 en 2200 uur en de roepnaam is F-Papa-Alpha-1-Tango-Kilo-Portabel. Locator is Juliet-November-37BX en er wordt gewerkt op 144.335 MHz plus minus QRM met 2x9 elements F9-FT en 400 watt. En de hoogte is 463 meter met vrijzicht richting Nederland. Gemiddelde afstand naar Nederland is rond de 500 kilometer. Deel 12 van de serie over antennes gaat dit keer over de grote resonerende loopantennes. In principe kan de grote loop, zoals we al stelden, als een open dipool worden beschouwd, of een open dipool als een resonerende grote loop. Om te resoneren, dat wil zeggen een ohmse impedantie te hebben, op het voedingspunt moet de loop in omtrek ongeveer gelijk zijn aan een golflengte. Zo'n element resoneert overigens net als veel andere antennes ook op de oneven harmonische van de frequentie waarvoor hij is gemaakt. De richting waarin een resonerende grote loopantenne straalt verschilt 90 graden van die van de kleine magnetische loop. Straalt een grote loop, net als een open dipool, loodrecht op zijn eigen richting, een magnetische loop straalt juist maximaal in zijn eigen lengterichting. Een grote ronde loop of een quad straalt wel minder energie omhoog dan een gesloten of een open dipool. Daardoor heeft hij ook een heel klein beetje meer versterking, maar meer dan 10% is dit niet. Het richteffect van een grote loop kan worden verbeterd door deze niet één golflengte groot te maken, maar bijvoorbeeld 3 of 5 golflengtes groot. Daarnaast kunnen om de versterking te vergroten extra richtelementen worden toegevoegd, zoals bij een quad of bij een lus- of loopjagi. De polarisatie van een grote loop is horizontaal als hij onderaan of bovenaan wordt gevoed en verticaal als het voedingspunt van opzij zit. Ja, tenslotte nog even tijd voor het volgende. De website van het Log Atoom schrijft onverdroten zonder schroom over liefhebbers van de zenderij. Van paalzitter tot knijpamateur, ieder type microfonist komt er voorbij.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x-xdv.me. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. Vanavond vanaf 10:30 is er weer de lange uitzending op PI3 UTR met in elk geval de Nederlandstalige Daily Minutes van de afgelopen week.